Op 3 juli heeft Nintendo een grote update uitgehold voor Animal Crossing New Horizons, namelijk de Summer Update. En een van die dingen in die update is dat je nu kan zwemmen, zoals Isabel nu zal zeggen. Als het goed is. Welkom op Snoezenie. Nee. Dus basically heeft Tom Nook onderzocht of het water veilig is om te zwemmen. En het is zo! Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? En dat is nog niet alles: het water is zo helder en schoon dat je er ook uitstekend in kunt duiken. Maar voor jullie veiligheid vragen we jullie wel duizend kredijen te dragen als jullie het water ingaan. Een duikpak kun je kopen in de winkel of bestellen via de Nook catalogus. Dat vat in feite best al um, samen hoe je moet zwemmen. Maar in deze zwemles zal ik jullie ook tonen waarom je precies moet zwemmen en hoe je precies zwemt. Want er zijn wat nieuwe dingen voor het museum te vinden ook. Dus basically, we hebben meteen een duikpak nodig. En een duikpak... ...kunnen we gaan kopen bij... Um, het is nacht, Thibau. Je kunt niks doen. Oké, okay, een deukpak kan je kopen op twee manieren eigenlijk. Dus ofwel bij Nook's Hoek, maar ik ben een beetje laat... ...en Nook's Hoek is ondertussen al dicht sinds een half uurtje. Uh, maar er is nog een andere manier, namelijk via de Nook catalogus. En trouwens, als je een koopt bij Nook's Hoek, ...dan ligt het de deukpak in de vitrinekast bij de kassa. Dus waar er ook gewoon materialen liggen. Maar je kan dus ook gewoon naar de Nuke Miles Automaat gaan. Nuke Station. En dan vind je hier bijvoorbeeld een drukpak met bladerprint. Kost hier 3000 klingels. In Nuke's Hoek heb je ook een drukpak voor 3000 klingels. Maar die ziet er wel anders uit. En het aanbod wisselt ook constant. Dus als je een drukpak wilt met een ander motiefje. Dan uh, kan je gewoon altijd uh, dagelijks eens kijken in de winkel. En dan vind je wel een leuk motiefje. Nu dus, dit drukpak komt toe met de post. Nookshoek is dicht, dus op dit moment kan ik niet aan een duikpak raken, Maar ik heb een ander account waar ik wel al een duikpak op heb, dus ik ga nu even wisselen naar dat. Oké, okay, dus dit is mijn andere account. Hier heb ik al een duikpak, eentje van Nook's hoek. en je zal zien dat is een matrozenpakje. Schattig, schattig, schattig. Nu, dit moeten we zelf aandoen als we in het water willen. En hoe gaan we in het water? We kunnen niet op... Wat? Oh my god. Oké, okay, correctie. We kunnen op alle manieren in het water, we kunnen ook gewoon dus langs het zand gaan hier zoals je net hebt gezien. Maar je kan ook gewoon springen via een klef, gras of steen, maakt niet uit als het maar verhoogd is. En hoe zwemmen we dan? We kunnen gewoon de joystick bewegen, maar dat gaat vrij traag als je dan op A duwt, dan doe je één zwemslag. Dan doe je nog eens op A, dan doe je nog een zwemslag, etcetera, etcetera. Als we duiken dan duw je op de Y duwt en dan kan je dus duiken, maar op dit moment zie ik niet echt iets. Want het is natuurlijk een nacht. Um, als je zuurstof op is, dan kom je gewoon automatisch terug naar boven. En ook wel leuk is, als je aan het tuigen bent, dan vind je dus diepzeewezens, zoals zeestuggen en, hoe heet dat dan weer? Mantels helpen. En er is een en die heet Pascal, die gek is op mantels helpen. En die, als je een mantelschelp vindt. Dan zal hij tevoorschijn komen en zal hij vragen of hij die mantels helpen mag hebben. En dan, heel duidelijk, krijg je dan een do-it-zelf plan om meubels in zeemigment stijl te maken, eigenlijk. Dus uh, je kan het volledige maritieme thema doortrekken naar je gezellige en een stulpje. Oké, okay, dus om in het water te gaan, druk je gewoon op A. Als je tegen de rand staat, bijvoorbeeld van het water hier of van een cliff. Uh, eruit gaan kan eigenlijk gewoon door uh, eruit te zwemmen. En achteraf kan je dan gewoon je matrozenpakje eruit doen. En dit is eigenlijk, dit is zwemmen in Animal Crossing. Uh, er zijn dus diepzeewezen die ik kan verzamelen voor bladers. Of Pascal de otter om dus nieuwe zeemigmin meubels te ontrendelen. En dat is het eigenlijk. Het is niet heel moeilijk, maar het is echt wel een must om te doen in NMK's song. Dus zoek die verfrissing op. De volgende zomerupdate komt er eigenlijk in augustus. Het is nog niet bekend wat er dan beschikbaar komt. Maar wanneer die er is, dan zie je natuurlijk op gamerverse.be. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. En ik zie jullie graag in de volgende video of op gamerverse.be.